het teamspel. Nou, hier heb ik hem. Dit is hem, teamspel. Het zit in een doosje en het zijn 60 kaarten met een handleiding. Het teamspel is speciaal gemaakt voor groepen in organisaties. Er zijn natuurlijk meer spellen die bedoeld zijn voor groepen en die vooral ingaan op individuele verschillen in kwaliteiten of in vaardigheden. Het teamspel, dat ik samen heb gemaakt met Natasja Lomans, dat is speciaal bedoeld voor een groep in een organisatie. En er zijn er twee belangrijke verschillen met een willekeurige groep. Namelijk in de eerste plaats dat een groep in een organisatie ook een gezamenlijk doel nastreeft. En een resultaat probeert af te leveren. En in de tweede plaats dat er ook een onderlinge afhankelijkheid is. Nou, als je kijkt wat erin zit, dan zie je dat er eigenlijk 6 onderwerpen terugkomen in het teamspel. En dat zijn dingen die er dus echt toe doen in een team die met elkaar een resultaat moet afleveren. In de eerste plaats gaat het over, hebben we nou een inspirerende missie? Zijn we met iets bezig wat ons boeit? In de tweede plaats ook, van hoe helder zijn nou concrete doelen die we nastreven? En hebben we daar allemaal hetzelfde beeld bij? Ja, het beste is het als we daarvoor even naar die kant gaan. Nou, er zit een natuurlijke volgorde eigenlijk ook in. Een soort hiërarchie van onderwerpen. Missie en doelen liggen bovenaan. En dan taken, rollen, werkafspraken, procedures en onderlinge verhoudingen. En eigenlijk in die volgorde laat het ook zien hoe je het beste samenwerking kunt inrichten in een team. Dus eerst helderheid over de richting van het team. En dan werkt dat door in wat meer detailafspraken. Ik heb er hier eentje van het onderwerp doelen. Verdeel het team in 3 groepjes. Ieder groepje legt aan een specifieke doelgroep uit wat het doel is van dit project. En die 3 doelgroepen zijn de volgende. De raad van bestuur, bezoekers op een willekeurig verjaardagsfeestje en een groepje kinderen van een jaar of 6. De bedoeling is natuurlijk dat als je hierover in gesprek gaat, dat je gaat onderzoeken wat de eenduidigheid is. Verstaat iedereen hetzelfde onder het doel van het project? Hebben we hetzelfde voor ogen? En door op deze manier de vraag te stellen, word je aan het nadenken gezet. Ja, wat levert dat op? Dat is altijd ook afhankelijk van de situatie waarin je het speelt. Bijvoorbeeld bij als je het spel gebruikt en de indeling die hierbij wordt gebruikt bij de opstart van het team. Dan levert het veel meer helderheid op. Bijvoorbeeld hè, over wat zijn nou specifiek onze doelen, hoe verdelen we taken, rollen, dat soort dingen. Speel je het in een situatie waarin een team al veel verder gevorderd is, dan levert het bijvoorbeeld misschien veel meer duidelijkheid op over de onderlinge verhoudingen. Hoe zien we elkaar en op wat voor manier kunnen we de sfeer in het team beïnvloeden?